Goedenavond, dames en heren. Volgens het Parool vanavond gaat ons land in de komende 5 jaar grote hoeveelheden steenkool kopen in Polen. Polen zou alleen tot deze levering willen overgaan als Nederland aan Polen een lening verstrekt om de mijnbouw in het land te financieren. De kolen zouden worden gebruikt om 2 nieuwe elektriciteitscentrales op kolen te stoken. In de studio praat Erik Boshuizen met directeur Peek van de Steenkolenhandelsvereniging, de maatschappij die de kolen gaat invoeren. De verwachting is dus dat meer Nederlandse elektriciteitscentrales op kolen zullen gaan overgaan, of althans nieuwe elektriciteitscentrales gebouwd zullen worden die ook kolen zullen gaan gebruiken. En de Poolse kolen zijn zeer aantrekkelijk. Nu gaat uw maatschappij die kolen invoeren. Kunt u ook zeggen wat dat voor gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in ons land? Nou, kolen zijn arbeidsintensief, veel arbeidsintensiever dan olie of gas. En we denken dus ook aan de bouw van een kolenterminal op de Maasvlakte. En we zullen dus daarmee werkgelegenheid creëren. Kolen, daar wordt ook gesproken over kolenvergassing. Die Poolse kolen, zijn die daar geschikt voor? Sommige Poolse kolen wel, en daar wordt ook zeker over gepraat. De gasunie is al in Polen geweest en we denken ook zeker dat daar mogelijkheden toe bestaan. Hoe staat het eigenlijk met de prijs van die Poolse kolen vergeleken met de olieprijzen bijvoorbeeld? Oh, kolen zijn veel goedkoper voor de elektriciteitsopwekking dan olie, nu al. En we verwachten dat het in de toekomst nog veel sterker zo zal zijn. Goud is vandaag in de hele wereld voor recordprijzen verhandeld. In Amsterdam werd vanmiddag een kilo goud verkocht voor 19.780 gulden. In januari was dat nog 14.000 gulden. Het stormachtige prijsverloop op de goudmarkten in Londen en Zürich werd bij banken in Amsterdam via deze informatieborden nauwlettend gevolgd. Deze noteringen zijn in dollars en gelden voor 1 ounce goud, dat is ongeveer 30 gram. Het dure goud heeft direct te maken met de goedkope dollars. Hierover sprak Harmen Roeland in Amsterdam met directeur Uitzinger van de firma Drijfhout, de grootste goudhandel in ons land. Dit stukje bijvoorbeeld, dat kost op het ogenblik bijna 20.000 gulden en dat is naar mijn idee het absolute record. Maar door wie wordt nu die hoge goudprijs veroorzaakt? In de allereerste plaats door onzekerheid in de wereld, slechte toestand feitelijk in de wereld, energiecrisis. En maar vooral door het aankopen van die OPEC-landen om hun dollars, die misschien te weinig waard worden, om te zetten in goud. Dat is de grootste oorzaak. De Arabieren die hebben eigenlijk weinig vertrouwen meer in de dollar en ruilen ze daarom om in goud? Ja, ik geloof de hele wereld een beetje weinig vertrouwen heeft in die dollar. Maar dus zeker die Arabieren die er zoveel van hebben, die moeten natuurlijk, die kijken daar allereerst naar wat gaat die dollar doen. Hè? Op grote schaal worden dus dollars ingewisseld voor puur goud. Dat heeft tot gevolg dat de waarde van de dollar aanzienlijk daalt. Een strop voor toeristen. Het depends how much money you change, you know. If he changed $1,000 over here to spend, he has lost nearly two to three hundred guilders. $100, so. 50 rupees I lost. On $100, I lost 50 rupees Pakistan when I change in guilders. So there's a big problem these days, the currency is going down. Are you going to bring the dollar up or what? Do you have some plans in mind to bring the dollar up? If you are having any plans, then hurry up, please, because we are again going to convert this. We are just going to convert it thinking. Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten heeft de rente voor hypotheken verlaagd van 10,25 tot 9,9%. De laatste weken was de hypotheekrente vrij snel gestegen. Dat maakte de toch al moeilijke verkoop van huizen niet makkelijker. De hoogte van de hypotheekrente is namelijk mede bepalend voor de snelheid waarmee huizen worden verkocht. Volgens een mededeling van de Westland Utrecht, de grootste hypotheekbank in ons land, zullen de commerciële hypotheekbanken het voorbeeld van het bouwfonds op dit moment nog niet volgen. De rente van het bouwfonds was iets hoger dan die van de andere hypotheekgevers. Het bouwfonds is namelijk van de kapitaalmarkt afhankelijk. Daar was het de laatste tijd moeilijk om geld te lenen. Dat lijkt nu iets eenvoudiger te zijn geworden. In de studio praat Erik Boshuizen over deze zaak met de heer Van Herwijnen, directeur van de vereniging Eigen Huis. Wat verwacht u dat er met de rente gaat gebeuren, meneer Van Herwijnen?
Ik heb de indruk, en dat is ook een algemene verwachting, dat de hypotheekrente zich nu gaat stabiliseren, maar wel op een, naar mijn smaak, erg hoog niveau. U zegt een hoog niveau. Wat betekent dat voor mensen met een gemiddeld inkomen die een huis willen kopen? Ja, dat is een hele nare zaak. Mensen met een inkomen tot pakweg 33.000 gulden op dit moment, daarvoor is het onmogelijk om nog een huis te kunnen kopen. Want wat is het geval? Er is net een prachtige subsidieregeling ontworpen met hoge subsidiebedragen voor die mensen. Maar door die hoge hypotheekrente, daar zijn weer andere normen van de overheid voor, kunnen die mensen niet voldoende hypotheek krijgen. En kunnen ze dus niet aan een huis komen. Er blijft dus subsidie in de overheidskast liggen. Wat moet er dan gebeuren volgens u? Ja, het is, er liggen nu waarschijnlijk, naar verwachting, zullen nu voor miljoenen aan subsidie in de kast blijven liggen. Subsidie die bedoeld is om voor mensen met lagere inkomen aan een koophuis te helpen. En zelfs bij dit hypotheekrenteniveau is het absoluut noodzakelijk naar mijn smaak dat die subsidiebedragen drastisch omhoog gaan. Wil men voor deze mensen met een inkomen tot 33 mil ook inderdaad die woningen kunnen bouwen. Maar een lagere hypotheekrente zou natuurlijk ook een klein beetje lucht geven. Dat zou iets helpen, maar op zich is dat toch niet voldoende. De Verenigde Staten hebben de nieuwe regering van Nicaragua officieel erkend. Dit is vanavond meegedeeld door een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. Deze verklaarde verder dat een verzoek om uitlevering van de verjaagde dictator Somoza serieus zal worden besproken, maar dat een dergelijk verzoek van de nieuwe regering nog niet was ontvangen. Maar vanuit Managua was wel degelijk gemeld dat de nieuwe leiders van Nicaragua Somoza's uitlevering wensten. Het is hun de bedoeling om hem voor de rechter te dagen op beschuldiging van volkerenmoord. Een lid van de junta zei dat Somoza zeker 40.000 doden op zijn geweten heeft. Op de grote markt in Managua heerste gisteren een grote drukte. Voor het eerst sinds lange tijd was er weer voedsel te koop. Leeggeplunderde winkels werden ijverig opgeknapt. En voor de banken stonden lange rijen mensen te wachten op uitbetaling van hun laatstverdiende salarissen. De honderdduizenden vluchtelingen vormen een van de grootste problemen voor de nieuwe leiders. Hier een kamp in Managua waar honderden mensen verblijven omdat hun huis tijdens de oorlog met de grond gelijk is gemaakt. De cameraploeg trof in het kamp weinig mannen aan. Die zijn aan het werk of tijdens de oorlog gesneuveld, luidde de verklaring. Wel waren er veel oude vrouwen en kinderen. De Italiaanse socialist Craxi heeft zijn opdracht voor de vorming van een nieuwe regering vanavond teruggegeven. De Christendemocraten hebben hem vanmiddag voor meer meegedeeld dat ze zijn programma onaanvaardbaar vinden. Bettino Craxi werd aangewezen als formateur nadat hij de formatiepoging van de Christendemocraat Andriotti had laten stranden. Zijn kansen om de eerste niet-christendemocratische premier van Italië te worden waren van het begin af gering. Volgens politieke kringen in Rome zal nu mogelijk de christendemocratische veteraan Fanfani als voorzitter van de Senaat opdracht krijgen een niet-partijgebonden kabinet te vormen. Bij een bomaanslag in Spaans Baskeland is vandaag zware materiële schade aangericht. De aanslag vond plaats in het stadje Begovia, vlakbij de Franse grens. De bom was geplaatst in een café dat grotendeels werd verwoest, ook een bank en een VVV-kantoor liep een aanzienlijke schade op, maar niemand raakte gewond. Het is nog onbekend wie voor de aanslag verantwoordelijk is. De militaire vleugel van de Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft inmiddels aangekondigd dat de strijd voor onafhankelijkheid zal worden voortgezet. De ETA Militar verwerpt het autonomiestatuut waarover de meeste Baskische partijen het vorige week met de regering eens werden. En de weersverwachting van het KNMI tot morgenavond: half tot zwaar bewolkt en mogelijk een bui. Middagtemperaturen rond 18 graden. De vooruitzichten voor donderdag en vrijdag: mogelijk wat regen, maar ook opklaringen. Middagtemperaturen ongeveer 19 graden. Einde van deze journaaluitzending. Het late bulletin op Nederland 1 wordt verwacht om 5:55. Op de andere zender zijn we dan weer om 10:30. Goedenavond.